Kijk, dit is de natuurlijke manier van opstaan. Dan val je wel een paar keer terug. Nou, kom maar staan. Ja, dat doe ik ook. Ja, dus. Kijk, het probleem is vaak dat de mensen dan de voeten te ver naar voren zetten. En dat ze daardoor, zoals nu, niet goed overeind kunnen komen. Daarbij is deze stoel vrij laag, want het is een tuinstoel. Dus we gaan even kijken of hij nou toch overeind gaat komen. Hij zet nu heel goed af met zijn hand op de leuning. En eigenlijk is de houding om te gaan staan prima. Maar wat er nu ontbreekt is de kracht. Dus nu moet je eigenlijk pas mee gaan helpen. Kom maar staan. Ja, ik help mee. Kom maar. Dit is een andere techniek, hè? Afzetten aan de stoel. Maar in ieder geval komt hij nu met het gewicht meer naar de voorkant van de stoel, waardoor hij makkelijker kan gaan opstaan. En als je gaat helpen op het moment dat iemand al echt een goede uitgangshouding heeft, dan kost het je gewoon veel minder kracht. Dus niet iemand uit de stoel gaan trekken met de voeten naar voren, maar wachten tot iemand de intentie heeft en de juiste uitgangshouding. Kijk, nu zijn allebei de handen op de leuning. En als je nu kan helpen, hè, dan hoef je niet veel kracht meer te zetten. Oep, en nou krijgt hij het gewicht naar voren, zie je dat? Nou gaat hij achter, uit zichzelf achter de rollator lopen. Maar het blijft lastig bij ouderen die heel erg dan gaan hangen. Dus wat ik altijd doe is heel strak de rolstoel erachter. Dus als het niet gaat, of dat je een hulpje hebt die met de stoel erachteraan gaat. Hè, zodat je altijd kunt gaan zitten als het niet meer gaat. De partner kan de stoel duwen. Kom maar. Als u de stoel kan duwen, achter... Zal ik die duwen? Ja, en dan lopen we tot de tafel. Mag ik? Ja, loop maar door. Dan ga je daar lekker in die stoel zitten. Kom maar. Ja?